Rotary Club Paramaribo Central heeft gisteren aan 8 studenten van beroepsgerichte opleidingen de Student Excellence Award uitgereikt. De serviceclub stelt jaarlijks onderwijsinstellingen in de gelegenheid om mee te dingen naar deze award. De studenten hebben de vorige week presentaties gehouden voor een jury bestaande uit Rotarians. Bij deze presentatie is er onder meer gelet op een positieve instelling, een goede studieplanning en time management. De tijd voor excellente start in de jongere jaren en biedt vooruitzichten voor groei in de toekomst, zei Oliver Smit, president van de Rotary Club Paramaribo Central. Volgens Lucien Rotsburg, voorzitter van het FOS Directeurenberaad, hebben deze studenten een buitengewone prestatie geleverd. Daarmee heb je je onderwijsinstelling positief in beeld gebracht. Maar niet die alleen, ook de ouders die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het behaalde succes. Daarvoor ook proficiat aan de ouders. Maar wat volgt nu? Je hebt een diploma behaald. Wat gaan we doen? 1. Sommige van jullie gaan verder studeren. Anderen gaan studeren en werken. De andere stappen de arbeidsmarkt in. Want wat je hebt een bepaalde fase in je ontwikkeling afgesloten, maar je treedt nu een nieuwe fase in. De Rotary Club Paramaribo Central ondersteunt studenten op verschillende niveaus door hun talenten te erkennen en te stimuleren. Dat wordt ook ondersteund door het ministerie van Onderwijs, benadrukt Vernon Kershout, vertegenwoordiger van het ministerie. Is het helaas zo dat we doorgaans een mindset hebben dat onze kinderen naar de MULO school moeten. En liefst MULO B. Maar ook nog doorstromen naar VWO en daarna de universiteit. En dat brengt natuurlijk met zich mee dat er, wat ons betreft, te weinig aandacht wordt besteed aan het beroepsonderwijs. En ik zal u zeggen, ik heb dus zojuist met heel veel plezier gekeken naar de statements van deze studenten van de beroepsopleidingen. Omdat dat in elk geval aangeeft dat het beroepsonderwijs ook van groot belang is. Dat is ook de reden waarom het ministerie van Onderwijs in elk geval de laatste jaren steeds meer aandacht is gaan besteden aan wat we noemen het competentiegericht onderwijs. Aldus Vernon Kershout, vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Hij sprak gisteren bij de uitreiking van de Student Excellence Award. De uitreiking vond plaats in het Wagenbouw.